Welkom bij een nieuwe aflevering van Maasland TV, die geheel in het teken staat van de voetbaldemonstratietraining van oud-oranje leeuwin Kieke van Es, die gehouden werd in het sportpark Het Eindpunt in Siemengewald. Na afloop van de demotraining ging Maasland TV met Kieke in gesprek. Ik vroeg haar wat ze ervan vond om weer eens op het veld te staan. Ja, heel erg leuk. Vooral met zo'n weertje en een groep enthousiaste meiden. Dan is het altijd leuk om weer op het veld te staan en met voetbal bezig te zijn. Dus ja, ik heb een leuke dag gehad. Hoe ben je zelf op voetbal gekomen en kreeg je steun uit je omgeving? Ja, ik heb altijd steun gehad vanuit vroeger. Het is heel erg belangrijk dat je natuurlijk uit een omgeving komt waar je mag doen wat je wil doen. Dus ja, op jonge leeftijd wilde ik eigenlijk al voetballen. Dat was eigenlijk vrij snel duidelijk. En ja, mocht het gelukkig van mijn ouders. En ben ik eigenlijk bij de jongens begonnen, omdat er natuurlijk niet veel meiden waren. En dat vind ik vooral leuk om te zien. Hè. Er zijn echt damesteams en ja, dat was vroeger gewoon niet. Dus ja, voor mij een heel ander begin van mijn carrière, maar minstens zo leuk. Ja, je startte zelf in Boksmeer bij Olympia 18 tussen de jongens, wat je zelf al aangaf. En je speelde samen met een andere oude oranje leeuwin, Lieke Martens. Voor veel dames ben je een heel goed voorbeeld, zoals je ook al hebt gemerkt hier op het veld. Wie was jouw voorbeeld? Ja, ik heb nooit echt een voorbeeld gehad. Ik had vroeger wel een poster van Patrick Kluivert op mijn kamer hangen, maar ik heb nooit echt een voorbeeld gehad. Ik heb altijd gezegd dat mijn moeder mijn voorbeeld is, omdat ik ja, als jonge moeder drie kinderen opvoedde. Dat vind ik toch iets wat heel erg knap is en ja, daar heb ik gewoon ontzettend veel bewondering voor gehad. Dus nee, mijn voorbeeld heeft echt bij mijn familie gelegen en niet per se als voorbeeld ja, bij een voetballer eigenlijk. De spelers en de dames hebben aangegeven dat ze graag naar het buitenland willen. Zelf heb je een jaar in de Engelse competitie gespeeld. Welke adviezen heb je voor de meiden van MSH Maasduinen om naar het buitenland toe te gaan? Nou, ik wil echt niet zeggen dat het buitenland altijd goed is en de beste keuze. Ik denk dat je vooral moet kijken van waar ga je spelen, waar voel ik me fijn. Ja, je gaat toch naar een plek waar je zonder familie en vrienden bent en je zit daar heel erg eenzaam en dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus ik denk dat je echt moet gaan kijken waarom wil ik naar het buitenland, omdat het een hoger niveau is en omdat ik het daar leuk vind of omdat iedereen het doet. Dus die keuze moet je wel voor jezelf duidelijk hebben en ja, als je ambities hebt en dromen, dan kan ook zeker in Nederland. Dus ik zou vooral zeggen ga ergens naartoe waar je het fijn hebt en waar je het leuk hebt en als je dat hebt dan maakt het niet uit waar je zit. Heb je nog wat tips voor de dames van MSH Maasduinen? Nou ja, vooral heel veel plezier hebben. Als ik ze vandaag op dat veld zie, dan hebben ze denk ik heel veel plezier. Het was misschien soms zwaar, maar ja, ze hebben gewoon inzet. En dat vind ik het allerbelangrijkste. En nogmaals, als je plezier in iets hebt, dan wil je het vaker doen. Dan ga je vaker voetballen, dan word je beter in iets. Dus dat is echt het startpunt om uiteindelijk iets te kunnen bereiken. Bij me staat Jan van de A. Waarom heeft MSH Maasduinen deze demotraining vandaag georganiseerd? We vonden eigenlijk dat we als club eigenlijk iets moesten doen voor de dames. Op het einde van vorig seizoen hadden we eigenlijk veel te weinig dames om dit seizoen mee te starten. En door bepaalde werkzaamheden zeg maar, aan mensen binnen de club, die hebben ervoor gezorgd dat wij eigenlijk toch de meiden weer bij elkaar hadden om een nieuwe seizoenstart te maken. En we vonden dit wel een leuke beloning om de dames te belonen met de training van Kieke van Es. Dat was zover deze aflevering van Maasland TV, die geheel in het teken stond van de voetbaldemonstratietraining van oud-oranje leeuwin Kieke van Es, die gehouden werd in het sportpark Het Eindpunt in Siebengewald.